Ik kan niet tegen onrecht. Dat hoor je dan vaak, hè, mensen zeggen. Daar word ik zo kwaad om. Ik kan niet tegen onrecht. Ik kan het niet verdragen. Dan zeg ik, ja, maar ik bedoel, zo zit het leven in elkaar. Ja, dat is de wereld. Ik bedoel, rechtvaardigheid, vrienden, dat bestaat niet eigenlijk. Nee, dat is niet zo. Dat is heel raar. Want het lijkt soms wel alsof, laat ik maar zeggen, de obers van justitie, of die altijd op vakantie zijn. Dat die obers nooit komen afrekenen op wat mensen hebben gedaan. En dat mensen al vaak gewoon ermee wegkomen. En dan denk je bij jezelf, hoe kan dit nou? Ja, hoe is dit mogelijk? Ja, dat is mogelijk. Zo zit het leven in elkaar. Dan kom je gewoon weg met dingen die absoluut niet kunnen. Maar, vrienden. Haha, ja, er gloort toch weer zon en licht aan de horizon in deze duistere tijden. Want, wat hebben we nu gezien en gelezen? Onze Siewert van Linden, ja, jullie kennen hem nog wel natuurlijk, onze Siewert. Ja, die zei tegen de regering, ja, ik ga wel eventjes die mondkapjes regelen. En dat doe ik dan op basis van geen winstoogmerk. Ja, dat zei hij. Ja, en intussen had hij nog eventjes een aparte bv'tje links en rechts en vulde onze Siewert met nog een paar maten enorme zakken en miljoenen werden erop gehaald. En dat wisten we allemaal en toch dachten we, oh, die Siewert die komt er gewoon mee weg. Nee, nee, want het Openbaar Ministerie is in actie gekomen en ja hoor, ze zijn een onderzoek begonnen en ze hebben hem opgepakt. Kijk. Dus rechtvaardigheid, heel soms, bestaat dus toch wel. Ja. En we hebben het, tweede voorbeeld, we hebben het ook nog gezien bij Lil Kleine. Want die mishandelde zijn vriendin en die werd in de gevangenis gezet. Maar na een paar dagen zei de rechtercommissaris, jij bent weer vrij. En toen dachten wij met z'n allen weer, oh, maar die komt er gewoon weer mee weg. Oh, dus je kan rustig gewoon je vrouw slaan en niks aan de hand. Nee, vrienden, nee. In hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie toch gelijk gekregen. En Lil Kleine zit weer vast. Dus ook daar weer gelukkig gerechtigheid. Dus soms slaan de obers van justitie toch toe. En komen ze toch even afrekenen. Gelukkig maar. En nou hebben we natuurlijk met z'n allen nog maar één wens. Nu dit toch blijkt te bestaan. We bidden, ook al geloven we niet, we bidden voor gerechtigheid voor Poetin.